We vroegen u als lezer om uw meest prangende vragen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan ons te stellen. We kregen een hele serie binnen en ik ga ze hier beantwoorden samen met buitenlandredacteur Richard Donk. Richard, de eerste vraag die komt van Marleen van Tintelen. En zij vraagt, waren we niet beter af geweest met Hillary Clinton? Het is een beetje natuurlijk op welke manier je er naar kijkt. We weten allemaal dat zij de bedoeling heeft om een heel liberale agenda na te streven. Nou, dat zou grote consequenties voor allerlei ethische aspecten in Amerika kunnen hebben. Tegelijkertijd had ze wel een politieke ervaring van 30 jaar. En dat is bij Trump totaal niet het geval. Die heeft 0,0 politieke ervaring. Dus het is even hoe je er naar kijkt. Ik denk dat veel christenen er toch op blij zijn dat zij het niet geworden is. Okay. De volgende vraag die komt van Miranda Verheij. Zij vraagt, wat gaan we in Nederland concreet merken als Trump in het Witte Huis zit? Nou, dat is de grote vraag hoe hij zijn buitenlands beleid gaat inrichten. Hij heeft al wel steeds gezegd, Amerika staat voor mij voorop. De belangen van Amerika staan voor mij voorop. En hij heeft tot nu toe weinig interesse getoond in de rest van de wereld. Dus dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de relatie met onder andere Europa en dus met Nederland. Maar dat zal de praktijk echt moeten uitwijzen. Okay. Henrike Hofstede die vraagt, hoe bestaat het dat er zoveel christenen op Trump hebben gestemd? Ja, dat is een goede vraag. Aan de ene kant hebben veel christenen op voorhand gezegd, we gaan niet stemmen. Want de keuze tussen deze twee kandidaten, dat is voor ons eigenlijk gewoon een persoonlijk gewetenskwestie. Tegelijkertijd zie je toch dat als het erop aankomt, dat veel christenen dan toch republikeins gaan stemmen om hun stem niet verloren te laten gaan en vooral te voorkomen dat er een democraat, in dit geval Hillary Clinton, in het Witte Huis terecht zou komen. En dat is tegen alle peilingen in gelukt. Ja. Een vraag die een beetje in het verlengde ligt, die komt van Erik de Jonge. En hij vraagt welke reële invloed kan Mike Pence als christen krijgen en ook als vicepresident? Ja, dat zal heel sterk afhangen van de ruimte die Trump hem laat. Nou, Trump kennende, die is heel erg gewend om zijn eigen beslissingen te nemen als zakenman. En de grote vraag is hoe hij dat als president gaat doen. Als hij zich met de juiste adviseurs, en ik denk dat Mike Pence daar een hele goede van is, omringt en er ook naar luistert, dat zijn twee verschillende dingen, dan zou er wel eens een heel goede invloed van uit kunnen gaan. Okay. Dan Jan van Kranenburg, hij vraagt, kan iemand met het temperament van Trump de verantwoordelijkheid aan om zonder tussenkomst van anderen te beslissen over het nucleaire wapenarsenaal van de Verenigde Staten? Ja, nou uiteindelijk moet hij inderdaad daar het laatste fiat voor geven, mocht Amerika ooit besluiten om die wapens in te zetten. Daar gaat wel een hele procedure aan vooraf en daar heeft hij zeker niet als enige de beslissende stem in. Maar goed, ja, je vraagt dat op meer terreinen af met zijn temperament en met zijn manier van optreden. Hoe zal dat uitpakken? En dan moet je al helemaal niet aan nucleaire wapens denken. Okay. Er is nog een vraag van Jan van Kranenburg. Hij vraagt, wat betekent het als alle Amerikaanse troepen uit Oost-Europa, Zuid-Korea, etc. worden weggehaald? Ja, dat is een vraag waar met name mensen in Oost-Europa zich heel veel zorgen om maken. Vooral omdat Trump al heeft laten doorschemeren dat hij misschien wel uit de NAVO gaat stappen. Nou ja, zonder Amerikaanse steun kunnen wij in Europa niks beginnen. Al helemaal niet in Oost-Europa, waar men natuurlijk de hete Russische adem en de expansiedrift van de Russen in de nek voelt. Ja. Okay. Dan de laatste vraag die komt van Marieke Pontsteen. En zij vraagt, of zij zegt, er zijn tijdens de campagne diverse aanklachten tegen Trump ingediend. Onder meer vanwege aanranding en belastingontduiking. Wat gaat er, denk jij, met die aanklachten gebeuren? Nou, op het moment dat Trump aantreedt als president, dat zal op 20 januari volgend jaar zijn, is hij in principe onschendbaar en kan hij dus niet vervolgd worden. Dus mocht er ooit nog wat met die aanklachten gebeuren, zal dat pas na zijn ambtsperiode. Nou, als hij herkozen wordt, zal dat dus nog maximaal 8 jaar kunnen duren, mocht er iets mee gedaan worden. Okay. Richard, dankjewel voor je antwoorden. Dat was het voor nu vanuit de nieuwsroom van het Reformatorisch Dagblad. Voor het laatste nieuws kunt u, zoals eerder gezegd, terecht op onze website rd.nl.